De voorleesexpress is een organisatie die bemiddelt tussen gezinnen met kinderen met een taalachterstand en voorlezers die dolgraag willen voorlezen en deze kinderen helpen. Op het moment zijn in heel Nederland de voorleesdagen. Op televisie, in bibliotheken, overal wordt aandacht besteed aan voorlezen en voorleesboeken. Vooral voor de jonge kindjes. En de bibliotheek heeft al jaren het gebruik om een voorleesontbijt te regelen. Dan voor de ene soort groep, dan voor de andere soort groep. En nu hebben ze het dus gedaan voor deze kinderen. Wij zijn coördinator van de Voorleesexpress. Wij matchen voorlezers en gezinnen aan elkaar. En zijn dus nu ook het vertrouwde gezicht voor al deze mensen die de moeite hebben gedaan om hier te komen vanochtend. Hoe komen mensen nou eigenlijk bij de Voorleesexpress? Hoe weten ze dat nou? Ja, dat is een hele goede. We krijgen veel aanmeldingen binnen van puntspeelzalen. Die kinderen observeren en kijken hoe het met hun taalontwikkeling is. We krijgen veel aanvragen binnen van de GGD's, die de jeugd- en kleuterzorg onder zich heeft. We krijgen veel aanvragen binnen van scholen, van basisscholen, van de kleuterklassen. Die zijn heel geliefd. En we krijgen aanvragen binnen van ouders zelf, die op een of andere manier op de hoogte zijn van het bestaan van de Voorleesexpress. Dus je komt veel bij gezinnen thuis, mevrouw Van Hoef. Ja, klopt. Ja. Klopt. Om de eerste keer om kennis te maken. Dan een keer om een voorlezer te plaatsen in het gezin. Dan gaan we halverwege nog eens evalueren hoe het gaat en we maken een foto. En na 20 keer voorlezen sluiten we af, komen we ook weer met een presentje, de foto, een diploma voor het kind. Dat is heel feestelijk. Nou,